Moet ik beginnen? Ja. Elf van de week. Elf van de week. Ja. Oké, okay, nou dan ga ik daarmee beginnen. Ja. Ik heb weer... In de camera of naar jou? Doe mij in de camera. Ik heb weer speciaal voor jullie heel veel voetbal... Ik heb weer speciaal... ik heb speciaal voor de YouTube-kijkers weer heel veel voetbal gekeken. Ik begin op doel. Jan Oblak. Barcelona, Atletico Madrid. Het is natuurlijk 2-0 geworden en hij heeft twee ballen niet gepakt. Maar in ergens een minuut 86, goh, ik zou het wel leuk vinden als Atletico Madrid de nul weet te houden. Want dat gun ik eigenlijk Jan Oblak wel, want hij keepte zo goed, pakte ongelooflijk veel ballen. En ja, omdat Atletico Madrid natuurlijk een beetje saai voetbal speelt en niet door iedereen gewaardeerd kan worden, omdat ze zo spelen, ja, is Jan Oblak een beetje een vergeten wereldkeeper. Maar hij hoort bij de beste 5 keepers ter wereld en ik denk zelf de beste 3 keepers ter wereld. En als je heel erg kritisch gaat kijken en de keepers tegen mij gaat afzetten, dan zou hij wel eens bij de top 2 kunnen horen. En misschien is hij wel de beste keeper ter wereld, maar Jan Oblak is een geweldenaar. En hij pakte die ene bal van Suarez die op hem afkwam, hè, die ging onder zijn hand door. En de tweede bal van Messi, ja, daar was hij kansloos, want Messi zette hem op verkeerde been. Door net te doen alsof hij naar de verre hoek ging, maar hij ging in de korte hoek en daar stond hij als standbeeld te wachten. Maar hij kon er eigenlijk niks aan doen. Keepte geweldig en zonder Oblak was het denk ik 8-0 voor Barcelona geworden. Dat zegt wel heel veel. De verdediging. Jérôme Roussillon, dat is de linksback van Wolfsburg. Dat is de aangever van Wout Weghorst eigenlijk. Ja, die heeft al een aantal keer in het elftal van de week gestaan en hij valt mij echt op. En ik vind hem in de Bundesliga een van de beste linksback momenteel. En ik denk dat hij bij Frankrijk ook toch wel langzaamaan in beeld aan het komen is als optie voor de nationale ploeg. Maar Jérôme Roussillon doet het heel goed bij Wolfsburg. En is slim gescout in Frankrijk en opnieuw een goede wedstrijd. Dus vandaar Jérôme Roussillon. Uitstekend, dan het middenveld. Ja, geweldig middenveld. Maar ik begin eerst met Hatem Ben Arfa. Dat is natuurlijk een geweldenaar. Iemand die op YouTube altijd opvalt omdat hij de meest gekke dribbles eruit gooit. Ja, als je op zaterdagochtend naar een voetbalveld gaat en je gaat naar de, weet ik veel, van je plaatselijke club en je gaat naar de F1 kijken, is er altijd één jongetje dat altijd de bal heeft en iedereen voorbij wil dribbelen. Nou, Hatem Ben Arfa heeft ooit een keer in de F1 gespeeld, denk ik, bij zijn club. Maar die is altijd zo blijven voetballen. En dat is wel mooi om te zien. Hè. Nu is hij weer gelukkig bij Stade Rennes. Hij heeft een hele lange tijd niet gevoetbald. Paris Saint-Germain, die heeft hem ooit een keer gekocht. En daarna is hij nooit opgesteld. Een beetje vreemd. Maar Hatem Ben Arfa, dat is een waanzinnige voetbal. En in potentie een van de beste voetballers ter wereld. En dat durf ik wel te stellen. En afgelopen weekend de 0-1. Als je dat niet gezien hebt, Angers tegen Stade Rennes, de 0-1. Dan loopt hij een heel elftal voorbij, geeft de bal af en krijgt hem terug en schiet hem er dan in. En hij scoort ook nog uit een strafschop. Het is 3-3 geworden die wedstrijd. Maar Hatem Ben Arfa was een van de grote uitblinkers in de Ligue 1 deze week. Of afgelopen weekend. En een hele bijzondere voetballer met een gebruiksaanwijzing. En dat zijn de leukste voetballers eigenlijk. Dan moet ik er nog een tweede middenvelder uitlichten. Jean-Paul Boetius. Natuurlijk afgelopen seizoen bij Feyenoord. En vaak negatief in het nieuws. Hij mocht niet meetrainen, uit de selectie gezet. Maar hij is nu bij Mainz 05 een ander persoon geworden, lijkt het wel. Hij speelt ook op wat andere plekken. Hij is niet meer de linksbuiten die een mannetje passeert en dan voorgeeft. Nou, hij staat nu op 10 achter 2 spitsen. En is al het hele seizoen de speler die de meeste meters aflegt in de Bundesliga. En moet je daarbij iets bij voorstellen. Een jongen die bij Feyenoord het niet maakt, die in de Bundesliga de meeste meters aflegt. Is al heel bijzonder. Maar afgelopen weekend won zijn ploeg met 5-0. En Boetius was bij 4 van de 5 doelpunten betrokken. En scoorde ook nog een waanzinnig mooi doelpunt. Hè, van een grote afstand over de doelman heen. Maar het is wel bijzonder om te zien hoe hij helemaal opgeleefd is in een nieuwe rol. En dat zegt ook wel iets over zijn verleden bij Feyenoord natuurlijk. Hè. Want als een speler dan op een bepaalde plek er niet uitkomt, dan kun je ook met hem aan de slag gaan en misschien hem op een andere plek wel laten renderen. En dat gebeurt nu bij Mainz 05. En als je nu naar een wedstrijd van hem gaat kijken, dan herken je hem als voetballer echt niet terug. En dat is wel leuk om te zien. Hè. Jean-Paul Boetius, die het in de Bundesliga nu bij Mainz 05 echt geweldig doet. Deze Boetius was bij Feyenoord de sterspeler geweest. Ik heb heel veel keuzes moeten maken, ook in de aanval. Maar één persoon moest er eigenlijk gewoon in. En anders zou ik namelijk opgebeld worden door Zlatan en te horen krijgen van wat is dit nou. Hij hoort eigenlijk altijd in het elftal van de week te staan, hè, vindt hij zelf. En ik heb nog nooit een speler gezien met zoveel zelfvertrouwen als Zlatan. En ik moest denken, ik zat te kijken afgelopen weekend naar hem, LA Galaxy. En dat was weer belangrijk met een voorzet, een mooie voorzet. En een heel knap doelpunt, moet je maar even terugkijken als je het niet gezien hebt. Hij is natuurlijk op leeftijd, hè? 38 geloof ik, 37, 38. Maar het is net een standbeeld dat op een veld gezet is en vanuit stilstand eigenlijk het spel maakt. En ik zag hem op een gegeven moment een bal aannemen, stilstaan en met een sleepbeweging een steekpaas geven. Dat heb ik nog nooit gezien, maar dat deed Zlatan dus afgelopen weekend. En hij is wel heel belangrijk voor LA Galaxy. En hij is eigenlijk het uithangbord van de MLS, hè, de Major League Soccer. En ik vind het wel mooi om te zien dat hij op die leeftijd, na zo'n zware blessure, moet je niet vergeten, bij Manchester United, dat hij toch wel zwaar geblesseerd is geraakt, zijn kruisband gescheurd heeft.
naar Amerika gaat en je denkt, goh, ja, we zien hem nooit meer terug, we horen er nooit meer iets van hem, maar elk weekend laat hij toch wel iets moois zien. Dus het is een beetje het vrijheidsbeeld dat aan voetbal is gegaan in Amerika. Wat een poëet ben je, Son. Je bent echt zoals een poëet. Schitterende poëet ben je. Oké. Poëet. Ja, poëet. Nou, maar als je het ziet, hè, met die aanvoerdersband om, dat zo rechtop staat. Dus, kijk, je hebt een aantal voetballers die hebben zelfvertrouwen te weinig. Bijvoorbeeld Alvaro Morata. Als die iets meer van Zlatan zijn zelfvertrouwen zou hebben, zou het een geweldenaar zijn. Maar Zlatan loopt al, ja, sinds hij waarschijnlijk 2 of 3 jaar is, ergens een kamer binnen en zegt, hier ben ik, dit is Zlatan. En dat zelfvertrouwen, dat slaat ook over op zijn omgeving natuurlijk en die ploeggenoten. Maar hij is echt op die leeftijd nog zo'n koning. En er gaat nog zoveel van hem uit, terwijl hij... Ja, als je gaat kijken, atletisch gezien, je moet hem geen 40 meer meter laten sprinten, want dan valt hij dood neer. Maar vanuit stilstand is hij nog redelijk indrukwekkend. Ja, jij bent even uit als Zlatan, maar als jij de redactie van VI binnenloopt, dan heb je dezelfde zelfvertrouwen als onze grote Ibra. Ja. Er komt wel iemand binnen, hoor. Ja, maar ja. Ik kon ook waanzinnig voetballen. Oké.